Van harte gefeliciteerd met jullie nieuw bedrijf in Laanaken. Van Werven heeft Laanaken uitgekozen in Vlaanderen. En ik denk dat dat geen toeval is om hier dat nieuwe bedrijf te starten. Omdat men zeer goed weet dat Vlaanderen koploper is op het vlak van circulaire economie. We zijn al een aantal jaren geleden gestart, in de jaren 90, toen we echt de omslag hebben gemaakt naar het selectief inzamelen en het recycleren van materialen. Dankzij onze intercommunales, de inzameling in containerparken, de juiste communicatie ook vanuit die intercommunales en ook de burgers die meedoen in dit verhaal, is het echt een groot succes geworden en zijn wij echt wel recyclagekampioenen. En nu zijn we eigenlijk een stap verder gegaan. We praten niet meer over afval, maar we praten over materialen. Echt een circulaire economie, de kringloop rondmaken. En dat is wat jullie doen met Van Werven. Dat is de harde kunststoffen opnieuw klaarmaken om als nieuwe grondstof gebruikt te worden. En dat klinkt ons natuurlijk als muziek in de oren, want dat is wat wij ook vanuit het beleid willen stimuleren en waar wij ook het juiste kader voor willen creëren. Hoe ziet de toekomst eruit? De toekomst zal nog meer recyclage zijn, zal nog meer het bannen zijn van primaire grondstoffen, maar echt inzetten op het hergebruik van materialen. En daar hebben wij in Van Werven een zeer goede partner om ook dat beleid op het terrein tot een goed einde te brengen. En zo zijn overheid en bedrijven partners om ervoor te zorgen dat onze planeet nog beter wordt en dat we nog minder CO2 gaan uitstoten. Dankjewel en doe zo verder.